Roosnaald von Kerr. We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We rijden met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vluchterbeen. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er... Het is 3:03 middags. YouTube, koploper Mau, Train Simulator 2022, afscheidsspoorlijn Arnhem. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt. Zo jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom. Ajo, 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 al in die hoge klapperboom. Er klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen virtuoos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw geruite kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de koep zelf op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, ons is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zachtjes stort de samovar. Met een Slavisch handgebaar. Doe het zelf met naald en schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartaar. Een liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paar. Doei hoesuffend staat gij daar. Moeder is de koffie klaar.
kijk, daar loopt een adelaar. Trojka hier, trojka daar. Is hier ook een abattoir? Trojka hier, trojka daar. Basgitaar en klapsigaar. Trojka hier, trojka daar. Flink gebouwde weduwnaar. Trojka hier, trojka daar. Leef onze goede tsaar!